welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een home tour. Yay, ik ga mijn woonkamer laten zien. Ik heb wat dingetjes aangepast en wat dingetjes veranderd. Zo was mijn woonkamer eerst heel erg plantloos. En nu heb ik wat meer planten erin gebracht. Wat meer leven in de brouwerij gegooid. Dus ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal nieuw heb gekocht. En wat ik nog wil gaan doen. En wat mijn planning is enzovoort enzovoort. Vind je dit een leuke video? Doe dan alvast duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dat doe je door hieronder te klikken. En voor de nieuwe kijkers. Hoi, mijn naam is Madame Damien. Ik upload video's over mijn moederleven. 2 keer in de week. Ben je nieuw? Vind je dit leuk? Vergeet niet te abonneren. En een dikke vette duim omhoog te geven. Dan zou ik zeggen, laten we dan maar met de video beginnen. Before you came around, my heart would never be much faster. Before you came around, I was ready to slow down. Before you came around, I was heading for a small disaster. Before you came around, I was ready to blow me down. Zo, deze had ik laatst nieuw gekocht bij Loods 5. En ik ben er echt super blij mee. Het is een beetje een antiek oud tafeltje. En het is een beetje dat oude goud. En ik had eerst hier altijd zo'n houten ding in staan. Dat was ook echt super vintage, dat ding. Tijd voor iets nieuws. En ik vond deze wel heel erg passen bij mijn interieur. Vandaar dat ik deze heb gekocht. En ik had een super lief plantje gevonden. Dat is deze. En die had ik bij de IKEA gevonden. En er komen hier dus iedere keer plantjes uit, maar nu is hij een beetje dood. Nou, niet dood, maar ze zijn een beetje plat geworden. En hier heb ik mijn kaars, die heb ik van de Action. Daar ben ik ook super blij mee. Ik steek ze alleen niet aan, want dat komt allemaal op mijn tafel. Dus ja, ik moet nog even een plateautje vinden hiervoor. En dit was vroeger mijn sieradenbakje, maar ik vond hem hier leuker staan of zo. En ik heb ook een ander kleed. Die is lekker zacht en matcht meer met mijn bank. Alleen hier wil ik nog wel weer... Ik heb al zoveel kleden gehad. Dat is gewoon niet normaal. Maar hier zit ik ook dus aan te denken om iets anders te gaan doen. Ja. En ik was zo blij toen ze eindelijk de gouden collectie bij de IKEA hadden. Echt. Eindelijk kon ik dat kopen. Ik was hier namelijk al zo lang naar op zoek. En ik kon hem iedere keer niet vinden. En nu hebben ze hem. En deze is ook van Loods 5. En hier heb ik zelf wat plantjes in gedaan. Dat hoort niet zo. Dit zijn nepplantjes. Maar ik heb ook echte plantjes, hoor. En dit kleedje. Die had ik bij Loods 5 ook gekocht. Ik vind het leuk dat die zo gevlocht is. Het geeft een beetje dat ouderwetse. Maar toch ook een beetje boho-achtig. En here are the greens. Kijk, heel veel groen zie je nu. En dit vind ik wel echt super fijn zo. Misschien dat ik nog een heel klein plantje doe, maar dat weet ik nog niet zeker. Moet nog even kijken. Mijn plant die er overheen valt, want hij valt over mijn schildpad heen. En ik hou van die natuurlijke dingen in huis. Ik weet even niet of ik dat goed uitleg. I love it. Waar ik echt zo blij mee ben. Mijn ronde tafel, echt. Dit is echt ideaal. En ook weer, deze had ik dus ook bij de IKEA gevonden. En zijn helemaal niet eens zo duur. Ik moet er alleen nu kaarsjes in doen, want die gaan bij mij altijd heel snel op. Ik hou van kaarsen aansteken, of het nou zomer of winter is. I love it. Ik heb altijd kaarsjes aan. Hier was ik echt super lang naar op zoek. En ik had hem eindelijk gevonden via een website, nog een website. En via. Had ik hem eindelijk gekocht. En nu word je ermee doodgegooid. Nu heb je ze echt letterlijk overal. En hier mijn plant. Maar hij is een beetje dood aan het gaan. Dus ik denk dat ik hier een andere plant ga zetten. Want deze is niet goed verzorgd. Nee, ik heb hem gewoon 1 keer in de week water gegeven. Maar blijkbaar doe ik iets fout. Deze goud pot open. En die lag gewoon eigenlijk random in de kamer. Toen dacht ik, hé, ik vind dat goud vind ik wel mooi staan met groen. En dan met dat touw geknoopt. Dus ik dacht, hé, dat is een perfect match. Aloe vera plant. En die potjes daar heb ik ook van de IKEA. En dit heb ik gewoon een verzameling van allerlei potjes dat ik ooit een keer ergens in een vintage winkel heb gehaald. Maar ik heb ze wel heel goed omgespoeld. Nu heb ik hier mijn lijnzaad in zitten. En hier heb ik ook nog lijnzaad, want ik had heel veel lijnzaad. Suiker. En hierachter heb ik kokos en van alles en nog een quinoa. En dat plantje heb ik ook van de IKEA. Kokossuiker, want die gebruik ik het allermeest. En mijn nutrition yeast, want die gebruik ik ook heel veel. Zeker voor mijn boerenkoolsalade vind ik deze echt super lekker. Kookboekjes, daar haal ik ook wel heel veel inspiratie uit. Mijn pannetjes. Mijn 2 favoriete pannen. Echt, hier maak ik havermout in, warme havermout. En daar maak ik allemaal stoofdingetjes in met heel veel groentes. Want ik eet geen vlees, maar ik vervang het vlees door groentes dan. En ja hoor, nog meer plantjes.
nog een aloe vera plant. En deze weet ik eigenlijk niet zo goed wat voor een dat is. Maar hij doet het wel echt super goed. En hij heeft helemaal niet zoveel water nodig. Dus dat scheelt. Mijn groente- en fruitbak. Ik heb dit hier staan omdat ik een wortelsalade aan het maken was. Die ik zo meteen ga afmaken. Die heb ik al een keer gegeten. En die is echt super lekker. En hartstikke gezond. Dus ik zal een keer het receptje delen. Maar vandaar dat mijn wortels dus hier liggen. En ik had ook andere kleurwortels. Want zoals je hier ziet heb ik ook een gele. En dat maakt de salade juist leuk om met verschillende kleuren wortels te werken. Het is een beetje persisch-achtig en ik ben er echt blij mee. Ik vind hem heel leuk bij mijn keuken passen. Omdat mijn keuken heel erg wit is en heel strak, is het wel leuk om een kleedje erbij te doen die wat kleur en print heeft. Dus vandaar dat ik voor dit kleedje heb gekozen. Het enige nadeel is dat Zeno er iedere keer op gaat liggen. En dan heb je iedere keer van die haren erin zitten. Dan moet je heel goed boenen om dat eruit te krijgen, ja. Kijk, dit heeft Memphis ooit een keer gemaakt op school voor moederdag. En ik vond het zo leuk. Dus daar doe ik nu mijn keukenrol. En mijn koffieapparaat. Ja, wij drinken zelf geen koffie meer. Een tijdje niet meer. Dus ik denk dat ik hier mijn sapper ga neerzetten. Plek in de kast. En daar wil ik dan een keukenmachine. Zodat ik ook wat meer raw vegan taartjes kan gaan maken. Want nu, mijn blender lukt dat niet, want die blijft het vastzitten. En de kussentjes, ja, zitten er een beetje opgeproppert. Maar deze had ik ook van de IKEA. Eigenlijk alle drie zijn ze van IKEA. Maar dit is wel echt het lekkerste kussentje die ik ooit heb gekocht. En dit wil ik wel zo laten. Hier ben ik helemaal blij mee. Hier nog mijn thee. Dit is dus iets, geen idee heb met wat ik ermee moet doen. Dat gebeurt niet snel, maar dit keer weet ik het dus echt niet. En ik ben even aan het kijken, want ik wil hier wel een heel mooi werkje van maken. Dat het wat meer gaat leven. Maar ik moet nog ideeën opdoen. Dus als je ideeën hebt, let me know. Ik kom er gewoon niet uit. Hoe zeg je dat? Een beetje industrieel. En ik wil een wat klassiekere lampje hier neer gaan zetten. Hoekje heb ik ook maar zo gemaakt. Hier zitten alle kleedjes in. Want wij zijn nogal kleedjesmensen. Zodra de tv aangaat, 's avonds, dan komen de kleedjes eruit. En heeft ieder zijn eigen kleedje. Toch? Zie je nou? Moeten we anders doen? Nee. En ik heb twee van deze dingen gekocht. En die wil ik dan hier hebben. Zodat Memphis makkelijker bij zijn speelgoed kan komen. Want hierachter zit al speelgoed. Ik ga de deur maar niet open doen. Want dan komt er een hele rotzooi. Maar die vond ik wel leuk. Want die hebben een beetje dezelfde kleur als mijn stoel. Zie je dat? Zoals je ziet ben ik nog heel veel dingen aan het veranderen. En wil ik nog heel veel andere dingen. Vooral de muur die je hier ziet. Daar wil ik echt nog wat anders mee doen. Alleen ik weet nog niet wat. Ik heb nu mijn ronde spiegel van boven gepakt. Want misschien dat ik die hier wil neerzetten. En dan misschien met fotolijstjes eromheen. Maar dan moet ik nog even kijken wat ik daarmee ga doen. Dit was in ieder geval het einde van mijn video. Heb je wat aan deze video? Vergeet dan niet te abonneren. Een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Doei doeg!